Goeiedag lieve kijkers, we zijn terug met een nieuwe aflevering van het programma Disnami. Disnami is een programma waarbij markante Surinamers de kans krijgen om zichzelf voor te stellen aan de samenleving. Wie zijn ze, wat doen ze, wat willen ze allemaal nog doen in de toekomst? Zoals u weet zijn we in de verkiezingsperiode. Dus vandaag heb ik twee DNA-kandidaten van de VHP op bezoek. Ze zullen zometeen de kans krijgen om zichzelf aan u voor te stellen, te vertellen wie ze zijn, waarom ze in de politiek zijn gestapt, waarom ze hebben gekozen voor een bepaalde partij en waarom u eigenlijk op ze zou moeten stemmen. Blijf u afgestemd, want het is heel belangrijk om te weten wie deze personen zijn, daar u later een keus moet maken. Kijkers, goeiedag. Mijn naam is Alvin Roosevelt. Als trainer van onder andere public speaking mag ik een korte tip geven aan de sprekers die u straks aan het woord zult zien. Ik wil het hebben over handbewegingen. Als je voor een kleine audience gaat praten, of nu zoals ik dat doe voor tv, dan ga je gebruik maken van je polsen om bewegingen te maken en te illustreren. Praat je voor een klaslokaal, een iets wat grotere audience, dan maak je gebruik van elleboogbewegingen. Dan doe je dit als je iets wil illustreren. Heb je een grotere zaal, congreszaal of wat dan ook, dan maak je gebruik van schouderbewegingen. Let dus heel goed erop straks als deze sprekers zich eraan houden om hun polsen, hun ellebogen of hun schouders te bewegen in de pitch bij u. Ik sta hier met mijn twee gasten en we zullen zo meteen overgaan naar de introductie. Maar alvorens we dat doen, zal ik op basis van wapen of zen bepalen wie zichzelf als eerst zal introduceren. Mevrouw Cheryl, gaat u kiezen voor wapen of zen? Wapen. Oké, dus voor u automatisch zen dus. Oké. Zen. Dus mevrouw Wasch zal zichzelf als eerst introduceren. Ja? Goeiedag Surinamers. Mijn naam is Wersha Ramritten. Ik ben jurist en voorvechter van mensen hun rechten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de Nationale Assemblée. Sinds 2011 heb ik heel wat sociale projecten uitgevoerd. En ben ik de mening toegedaan dat jongerenparticipatie enorm belangrijk is binnen onze samenleving. Daarom heb ik ook actief deelgenomen in verschillende jongerenorganisaties. Ik hou enorm veel van ontwerpwetten maken. En ik heb een ontwerpwet klaar liggen. Dat is speciaal voor de personen met een beperking. Ik ben de mening toegedaan dat de personen met een beperking ook gelijke rechten hebben zoals u en ik. En ik wil strijden en pleiten voor hun, zodat zij ook ontplooiingskansen hebben binnen onze samenleving. Ik ben Wersha Ramritten. Ik ben kandidaat nummer 12 in het district Paramaribo. Goedendag kijkers, ik ben Cheryl Deeksteel. In de eerste plaats ben ik moeder en partner. Daarnaast heb ik rechten op doctoraal niveau gestudeerd. Ik heb een master's in public health gedaan en ik heb een master's in bioethics. In het dagelijks leven ben ik de directeur van de faculteit der maatschappijwetenschappen van onze enige universiteit, ADECUS. Verder ben ik docent op hbo-niveau waarbij ik verschillende zorgvakken aan de studenten, waaronder op COFAP, geef. Verder hou ik me bezig met sport. Ik hou heel veel van sport en de sport dat ik beoefen is zwemmen. Zwemmen is mijn psycholoog voor mijn dagelijkse beslommeringen. Alle frustraties, alle stress op elk niveau zwem ik weg in het zwembad. Nu ben ik ook politicus. Ik ben uw kandidaat nummer 4, uw DNA-kandidaat in Paramaribo van de VHP voor Suriname. Kijkers, u heeft het gehoord. We hebben het gehad voor de introductie. U heeft nu veel meer informatie over wie mevrouw Wasch Ramritten en wie Cheryl Deeksteel is. Als de twee DNA-kandidaten van de VHP in het district Paramaribo. We zullen nu overgaan naar de volgende pitch. In deze pitch zullen ze vertellen waarom u eigenlijk op de VHP zou moeten stemmen. Blijf u afgestemd. Daar ben ik weer, Alvin. Als trainer van sprekers wil ik nog een tip met u delen.
De volgende tip gaat over de gebaren die je maakt en de lichaamshouding, de lichaamstaal die je hebt wanneer je een presentatie doet. Als goede presentator zou alles wat je doet moeten aansluiten of iets te maken hebben met hetgeen dat je zegt. Als we zenuwachtig zijn, hebben we soms de neiging om van links naar rechts te gaan of om te wiebelen op onze benen wanneer we een presentatie doen. Wat helpt bij mij is als ik met beide benen licht gespreid sta, een zodanige stand dat ik comfortabel ben. Internationale sprekers hebben allemaal iets dat ze doen dat ze rustig maakt en comfortabel bij het doen van hun speech. Check even wat jou rustig en comfortabel maakt, zodat je cool kan zijn en cool kan overkomen wanneer je een speech doet. Succes! Voor deze pitch zullen we op basis van het spel Rock, Paper, Scissors bepalen wie de vraag als eerst zal beantwoorden. Rock stelt een steen voor, scissors schaar en paper papier. Rock beats scissors, scissors beats paper en paper beats rock. Zometeen zullen ze het spel spelen en dan zal op basis daarvan bepaald worden wie als eerst de vraag zal beantwoorden. Rock, paper, scissors! Oké, that's a tie, dus opnieuw. Rock, paper, scissors. Again? Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Washa heeft scissors. Scissors means paper. Dus Washa gaat als eerst. Oké, mevrouw Washa. Kunt u ons vertellen waarom men op de VHP moet stemmen? Surinamers. De VHP is naar mijn mening de enige partij in ons land Suriname die op een politieke en transparante wijze probeert te komen aan de politieke macht. De VHP is uitgegroeid tot een nationale partij. Een partij waarbij je alle multi-etnische groepen terug kunt vinden. Het is een partij niet alleen voor mij, het is niet alleen een partij voor u, maar het is een partij voor ons allemaal. Naast dat streeft de VHP ook naar goed bestuur, sociale democratie en de veiligheid van ons allemaal. Dus ik zou zeggen, stem op de VHP. De VHP, uw eigen partij. Kijkers, u heeft het gehoord van mevrouw Washa Ramradan. Ze heeft u zodanig een kleine motivatie, of niet eens klein, een motivatie gegeven van waarom u op de VHP zou moeten stemmen. Laten we nu luisteren naar mevrouw Cheryl Dijksteel. Waarom zou men voor de VHP moeten stemmen? U zou voor de VHP moeten stemmen omdat de VHP de afgelopen 40 jaar haar bijdrage heeft geleverd in het opleven van onze economie, in het herstellen van onze economie. We hebben periodes gehad de afgelopen 40 jaar waarbij wij economisch in een diep dal geraakt zijn. En de VHP heeft, het zij met andere coalitiepartijen, namelijk in het front, heeft zij ervoor gezorgd dat wij een stabiel inkomen hadden, dat wij een betrouwbare munt hadden, dat wij een stabiele wisselkoers hadden en dat wij sterke instituten, waaronder de Rekenkamer, die controleert wat met de financiën gebeurt van het land, daarvoor heeft zij gezorgd. Dus ik denk dat dat de reden is waarvoor men zou moeten stemmen voor de VHP. Oké, kijkers, u heeft beide gasten kunnen aanhoren. Ze hebben u verteld waarom u voor de VHP moest kiezen. U gemotiveerd en uw redenen aangegeven. Laten we nu overgaan naar de volgende pitch. Oké, we zijn nu terecht in onze derde pitch. In die vorige pitch heeft u gehoord over wie ze zijn, wat ze allemaal doen en wat ze allemaal in de toekomst willen doen. En ze hebben u ook gemotiveerd over waarom u op de VHP zou moeten stemmen. En deze pitch is een vragenronde. Ik heb drie vragen die ik graag beantwoord wil hebben. En hier spelen we geen spelletje, maar ze kunnen onderling zelf bepalen wie als eerst zal volgen of wie als eerst die vraag zal uitkiezen. Oké, wie wil als eerst? Warsja mag eerst. Eens? Ja. Eens? Oké. Alsjeblieft. En dan mag u me een velletje aanreiken over de vraag. Marase Vel, waarom heb jij gekozen voor de VHP? Ik heb gekozen voor de VHP omdat ik achter de ideologie en de beginselen van de VHP sta.
En dat is dat de VHP ontwikkeling wil brengen voor al onze Surinamers. Het is een partij, niet alleen voor u. Het is een partij niet alleen voor mij. Maar het is een partij die open staat voor elke Surinaamse burger. Binnen de VHP hebben de jongeren en vrouwen ook een stem. En dat heeft de partij ook bewezen door de kandidatenlijst die zij heeft gepresenteerd aan het volk van Suriname. En dit is een lijst die een nationale uitstraling heeft. Dit is een lijst waarbij leiderschapskwaliteiten naar voren komen. En dit is een lijst waarbij mensen op de lijst staan die op kunnen komen voor de belangen van u als Surinamer. Waarom heeft Cheryl Dijkstil voor de VHP gekozen? Ik heb voor de VHP gekozen because she practices what she preaches. De VHP heeft sinds 2011 een transformatie doorgemaakt waarbij zij haar partij heeft opengesteld voor verschillende etniciteiten. Zij is een traditioneel Hindoestaanse partij. Zij was een traditioneel Hindoestaanse partij en heeft haar deuren opengesteld. Anno 2020 kunt u aan bijvoorbeeld de kandidatenlijsten zien dat haar partij is uitgegroeid tot een nationale partij. Verder is het belangrijk om aan te geven dat 39% van de mensen op de kandidatenlijsten landelijk vrouw is. Wat ook belangrijk is om aan te geven, is dat 50% van de deelname in de districten, dus 5 lijsten, getrokken worden door vrouwen. Dat zijn de redenen die ervoor gezorgd hebben dat ik gekozen heb voor de VHP. Volgende vel, rood. Wat is uw bijdrage aan de maatschappij via de VHP? Ik heb sinds 2016 mijn bijdrage achter de schermen geleverd ten behoeve van de ontwikkeling van het binnenland. Ik heb projecten geschreven in naam van de VHP om burgers, mensen in het binnenland economisch weerbaar te maken, zodat zij zichzelf konden bedruipen. Belangrijk is dat je mensen een tools geeft om zichzelf economisch weerbaar te maken en om zichzelf te kunnen bedruipen. Ik heb dat achter de schermen gedaan en ik wil thans op de voorgrond als jonge politica wil ik mij inzetten voor openbaarheid van bestuur. Iedereen die mij kent, die weet dat ik eigenlijk volksgezondheidsdeskundige ben en dat ik mij eigenlijk wil inzetten voor volksgezondheid van het land. Maar geen enkele sector draait zonder openbaarheid van bestuur. Surinamers, ook wil ik mijn bijdrage leveren aan de maatschappij via de VHP. Ik heb namelijk in verschillende commissies en raden mijn bijdrage mogen leveren. Ik was lid van de gendercommissie, ook lid van de adviesraad en andere sociale, culturele en religieuze organisaties binnen de VHP. Ik hou enorm veel van het maken van ontwerpwetten. En op dat gebied wil ik vooral mijn bijdrage leveren. Ik heb 1 ontwerpwet gemaakt en ben ik de mening toegedaan dat het een sociaal karakter heeft en dat wij als jonge Surinamers ook moeten opkomen voor sociaal zwakkeren. We moeten een stem zijn voor die mensen die hun stem niet naar voren uit kunnen brengen. Daarom wil ik pleiten vooral voor jongerenbeleid. Jonge Surinamers wil ik motiveren dat ze niet moeten opgeven in hun leven. Ik snap dat het nu een harde tijd is. Ik snap dat het nu een moeilijke tijd is. Maar samen met u zullen we die verandering brengen. En samen met u zullen we strijden tot onze laatste adem. En last but not least, onze laatste vraag. En dat staat op mijn oranje velletje. Dank u wel. Thank you. Noem 1 verworvenheid van de VHP waarop u trots bent. Surinamers, er zijn verschillende verworvenheden waarop ik als jonge Surinamer heel trots op mag zijn. Maar als ik 1 mag onderstrepen, is dat de VHP binnen een korte termijn is uitgegroeid tot een nationale partij.
die broem Tjidjari waarover wij altijd praten en die we altijd prediken. En dit kunt u terugzien op de kandidatenlijst die op 9 april 2020 is gepresenteerd aan u als Suriname. U kunt hierin terugvinden jongeren, ouderen, de man en de vrouw en een culturele diversiteit. Dit is de nieuwe Suriname die de VHP aan u allen wil presenteren. De VHP zegt, zij is een nationale partij. Als je zegt dat je een nationale partij bent, dan ga je niet alleen maar op basis van multi-etniciteit, op basis van gender, op basis van leeftijd, dat kunnen bewijzen. De VHP laat zien dat zij landelijk meedoet aan de verkiezingen. Zij doet dus ook in het binnenland mee aan de verkiezingen. En dat vind ik een zeer goede verworvenheid van de VHP. Daar ben ik heel erg trots op. Omdat de VHP nooit eerder in het binnenland heeft meegedaan aan de verkiezingen. She practices what she preaches. Je ziet dus dat de VHP doet wat zij zegt. Wij zijn een nationale partij. Wij hebben in alle 10 districten, dus nationaal, hebben wij kandidaten waarop men kan stemmen. U heeft het gehoord, kijkers. We hebben het gehad voor de vragenronde. U heeft kennis kunnen maken met mijn 2 gasten. Ze hebben verteld wie ze zijn, wat ze allemaal doen, wat ze willen bereiken in dit kader en wat hun doel is. Maar, come on, ik kan ze niet zo laten gaan zonder ze te vragen naar een kleine motivatie. Waarom zou u eigenlijk op ze moeten stemmen? Dus mijn laatste vraag is, waarom zou de kijkers of de burgers eigenlijk voor deze kandidaten moeten kiezen? Surinamers, ik ben de mening toegedaan dat u uw stem moet uitbrengen op mensen die leiderschapskwaliteiten beschikken. En mensen die kunnen opkomen voor de belangen van het volk van Suriname. Daarom wil ik me inzetten voor goed bestuur. Ik wil me inzetten voor gelijke kansen. Ik wil me inzetten omdat ik geloof in de kracht van u allemaal. Naast dat heb ik me bezig gehouden in verschillende jongerenorganisaties. En daarom wil ik ook een stem zijn voor onze jonge Surinamers. Ik wil een stem zijn voor die jonge Surinamers die hun baan kwijt zijn. Ik wil een stem zijn voor die jonge Surinamers die niet aan een baan kunnen komen en thuis zitten. En ik wil een stem zijn voor die jonge Surinamers die hun studie niet af hebben kunnen maken. Aan deze jonge Surinamers wil ik zeggen om de hoop niet op te geven. Want ik geloof in uw potentie en ik zal ervoor zorgen dat er een beleid komt waarbij u als jonge Surinamer ook betrokken wordt. Waarom zou je op Cheryl Dijkstil moeten stemmen? Cheryl Dijkstil heeft zich gevoegd bij de VHP omdat zij gelooft dat zij via de VHP het land kan dienen. Iedereen die mij kent, die weet dat ik sta voor een stabiele volksgezondheid, een solide volksgezondheid. Maar alvorens je in te zetten voor volksgezondheid, is het belangrijk om openbaarheid van bestuur te hebben. Zonder openbaarheid van bestuur kan geen enkele sector bloeien. Dat is waarvoor Cheryl Dijkstil staat. In de eerste plaats openbaarheid van bestuur, waarbij overheidshandelen transparant is, waarbij het volk kan controleren wat de overheid doet. En daarna kunnen we kijken wat we met de volksgezondheid doen. Ik wil benadrukken dat ik niet praat over gezondheidszorg, maar volksgezondheid, omdat gezondheidszorg slechts 1 pijler van volksgezondheid is. Kijkers, we hebben het gehad, we hebben de motivatie zojuist gehoord. Maar alvorens ik afsluit, waarom zou je eigenlijk moeten stemmen? Waarom zou je 25 mei naar de stembus moeten? Deze vraag krijgen we elke verkiezing eigenlijk terug. Maar, zoals ik eerder al zei, omdat het kan. Stemrecht is heel bijzonder. In vele landen hebben ze deze kans niet. Maar we weten dat politici fouten maken. Maar het is toch het leuke van verkiezingen, omdat je dan de kans krijgt om ze af te straffen door ze weg te stemmen. Dus 25 mei, blijf niet thuis. Stem bewust. U bepaalt hoe uw toekomst voor de komende periode eruit zal zien.
We hebben het dus gehad voor deze aflevering. Mijn gasten van vandaag waren mevrouw Cheryl Dijksel en Warsha Ramratan, Diana-kandidaten van de VHP in het district Paramaribo. Mijn naam is Pina Santusha en hierbij groet ik.